Ome Joop Soer finishte woensdag in de Rijnal in Arnhem. De tourcaravaan en de fietsers kwamen om 4 uur een versierde Rijnal in fietsen. RTV Arnhem was daarbij aanwezig en sprak met Jan Soek en tourdirecteur Marcel Legerstee. Dit is een fiets met een zadel en een bel. Kling, kling. Even een test, doen we remmen het nog wel. En we zingen ons verlangen naar het leven. Terwijl we fietsen naar het volgende verblijf. Dit is de oma, 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 oma Joop Stoer. De oma, 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 oma Joop Stoer. Dit is de oma, 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 oma Joop Stoer. Ook al moeten we nog ver, het interesseert ons geen moer. We fietsen met z'n allen door het hele land. We komen overal in Nederland. We pakken de punten voor de stand. We fietsen oma Joop Stoer, dus ga aan de kant. Kijk, daar komt de motor voorbij. Wat heb je voor mooi bord? Heb jij dat gemaakt? Met mijn familie. Ja. Wat staat er op dat bord? Welkom thuis, Quina. En wie is Quina? Oh, dat is mijn grote nicht. En die heeft vandaag meegedaan, de hele rit meegedaan? Ja, hele rit. En wat vind jij ervan? Ik vind het heel tof dat ze dat kan. Had je dat gedacht? Ja. Wat vindt u ervan, de Ome Joop's Tour? Heel leuk, we volgen hem. Nou, hij zegt 50 jaar, dus wij volgen hem al 30 jaar. En het is leuk. Wie is Quina? Quina is mijn klein kind. Hoe oud is hij? Quina is 11, hè? Ja, Quina is 11. Hij is toch wel dapper, hè? 10 dagen weg van huis en dan nog fietsen. Mm-hmm, ja, is leuk, is vet. Eerste keer dat een klein kind dat meedoet. We vinden het leuk, en allemaal. En ze hebben een mooi bord gemaakt hier, hè? Ja, dat hebben ze allemaal samen gemaakt, ja. En de buurjongen zijn ook bij. U heeft iedereen meegenomen? Ja, ja, ze moeten Quina zwaaien. Wat ben jij van Quina? Neefje. Neefje, en hoe vind jij het wat ze gedaan heeft? Knap dat ze dat zo ver kan fietsen. Zou je het zelf ook wel willen? Ja, heel graag juist. Hoe oud ben jij? 9. Moet je wel een beetje trainen, hè? Ik kan al goed fietsen. Je kunt goed fietsen. Ja. Hey, heel veel succes jullie. Mijn broertje doet mee voor de 2e keer. Hoe vindt u dat? Ja, ik vind het heel leuk. Ja? Heeft u het broertje gemist? Ja, heel erg. 10 dagen lang was het echt rustig thuis. Helemaal geen contact gehad? We zijn wel langs geweest, maar ja, je mist hem wel thuis. Ja, 10 dagen weg is een lange tijd, hè? Ja, zeker. Had hij een beetje getraind? Hij heeft vorig jaar ook meegedaan, dus volgens mij is hij het wel gewend. Hij krijgt een heel vet applaus. Dat krijgt hij zeker. Staat u te wachten, mevrouw? Mijn zoon. Ja, en wie is uw zoon? Angelo. Angelo. En hoe oud is die? 11. En eerste keer, 2e keer? 2e keer. Wat denkt u? Rijdt hij hem uit? Prima. Rijdt hij hem uit vandaag? Ja. Prima. Heeft u nog contact met hem gehad? Ja, zaterdag. En hoe vond hij dat? Het was echt leuk. En de mensen ook daar was ook leuk. Het is toch een hele knappe prestatie, hè? Ja. Om je op mee te doen, hè? Ja, ik vind het heel mooi voor de kinderen. En die Arnhem is echt mooi voor die mensen. Volgend jaar 65ste keer, hè? Ja. Ja. Doet hij dan ook weer mee? Ja. Het is weer emotie en het is weer mooi al die kinderen terug te zien in de Rijnhallen. Ja, dit is weer een moment waar iedereen naar uit zit te kijken. 10 dagen lang op vakantie geweest met 144 kinderen. De terugkomst in de Rijnal. Geeft wat indrukwekkend. Al die blijde mensen die hun dierbaren weer in open armen ontvangen. En bij ons valt er een stukje verlichting, een stukje zorg van ons af. Hoe kijk je terug op deze 10 dagen? Ja, een hele mooie tour, maar wel met een stukje verdriet natuurlijk. Hè. De ramp die heeft plaatsgevonden. Vlak voor de tour. Hoe ga je daarmee om? Nou, we hebben een condolence gisteren getekend. Er waren geleden 700 mensen hebben getekend. We hebben ook afgelopen maandag met het monument van het vergeten kind stuk om gelijkheid en respect te waarderen. Ja, en dan kom ik ook nog de nationale herdenking, hebben we ook aan meegedaan. Dus daarnaast hebben we heel veel lol en plezier gehad. De kinderen hebben heel veel pretparken bezocht. En ook afgelopen maandag de nationale ramp met het weer in Nederland. Want we werden natuurlijk overvallen in Kaatsheuvel. Je moest improviseren. Ja, het was helemaal improviseren. Het was gewoon onveilig om de weg op te gaan. Dus dan moet je alle veiligheid moet je waarborgen. En
Maar ga je improviseren. Maar gelukkig met dank aan Connection en de mensen, al die vrijwilligers, hebben ze dat die dag uit de Tour gehaald. En we zijn in de bus vertrokken, die etappe van de Kaatsen van de Os. Maar is alles goed gegaan? Alles is goed verlopen. 144 renners gestart. We zijn er 4 naar huis. Heimwee? Heimwee is altijd een terugkomend probleem. Ze gaan daar 10 dagen lang verhuizen. En dat maakt toch wel de nodige indrukken bij die kinderen. En vrijwilligers, je kunt er niet zonder. Ze hebben weer stinkende best gedaan, hè? Zo geloof ik. Als je al die vrijwilligers die al die dagen van 's morgens 7 tot 's avonds laat, dat is onbetaalbaar. En met die kracht kan je zo'n organisatie blijven doorgaan. Maar ook de sponsoren niet te vergeten. De gemeente Arnhem, de woningbouwcorporaties, iedereen die ons een warm hart toe dragen, kan zo'n project blijven bestaan nog. Maar het blijft een tour sponsors binnenhalen, hè? Ja, laten we het hopen, want je merkt gewoon dat er steeds meer stille armoede in de stad is. Mensen die geen middelen hebben om op vakantie te gaan, probeert ome Joop tracht ieder jaar te organiseren. Maar dat vergt natuurlijk wel heel veel hulp van andere mensen die ons hebben helpen. Je bent moe? Je gaat uitrusten? Ja, ik ben bijzonder moe, want de korte nachten, je hebt natuurlijk een stukje verantwoordelijkheid te dragen. Maar gelukkig hebben we met ons team van de politie, die het ook hebben geholpen om het allemaal veilig op de weg goed te laten verlopen, hebben we nu wel rust verdiend. Dus ik ben blij dat alle kinderen weer veilig op de streep zijn. Veilig en gezond weer terug in Arnhem. Veilig en gezond weer terug in Arnhem. En ik ben heel blij weer. Marcel, mag ik je namens de kijkers van RTV Arnhem heel veel bedanken dat je dit weer georganiseerd hebt. En we hopen natuurlijk volgend jaar de 65ste keer. Dat moet echt een heel groot evenement worden. Ja, daar gaan we samen aan werken. Want nogmaals, ook dit jaar gaan we nog met de kinderen naar de Airborne herdenkingswandtocht meelopen. Want aan die mensen hebben we te danken. Die veteranen die ons hebben de vrijheid hebben gegeven. En dit jaar zullen wij daar aan gaan denken. Hoe gaan we volgend jaar er een mooi feestje van maken aan Arnhem. S'nachts na 1 is het stil, tenminste dat is wat de leiding wil. Het was vaak gesmurrig wat je kreeg, oh nee, daar loopt weer een luchtbed leeg. We fietsen met z'n allen door het hele land, we komen overal in Nederland. We pakken de punten voor de stand, we fietsen over Joop's Tour, dus ga aan de kant. Dit is de fiets met de zadel en de bel, even een test, we remmen het nog wel. En we zingen onze longen uit het lijf, we bouwen fietsen naar het volgende verblijf. Dit is de oma, 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 oma Joop's Tour. De oma, 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 oma Joop's Tour. Dit is de oma, 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 oma Joop's Tour. Ook al moeten we nog ver, interesseert ons geen moer. We fietsen met z'n allen door het hele land, we komen overal in Nederland. We pakken de punten voor de stand, dit is de oma Joop's Tour, dus ga aan de kant. We fietsen met z'n allen door het hele land, we komen overal in Nederland. We pakken de punten voor de stand, dit is de oma Joop's Tour, dus ga aan de kant. Jan, 10 dagen om je Joop's Tour. Hoe is het bevallen? Ja, geweldig. Wel heel vermoeiend. Ik sta misschien met hele kleine ogen te kijken op dit moment. Maar ja, het is een spektakel bij het leven. Ik had dit op die manier, ja, vorig jaar, jullie waren er ook bij. Je weet dat ik toen ik raadslid was ook mee ben gegaan. En toen heb ik gezegd van ja, of ik dan raadslid word of niet, ik ga volgend jaar de hele Tour mee. En nu heb ik het helemaal meegemaakt. Het is echt een spektakel waarvan ik heb gedacht van nou, zo'n geoliede machine, nou, dat vind je nergens in Nederland hoor, wat voor kinderen wordt. Allemaal vrijwilligers, Jan. Hè? Ja, dat is het mooie van het hele project. Zo'n 80 vrijwilligers en zelfs supporting. Hè? Ik bedoel, als je daarna gaat, we hebben een eigen vuilniswagen bij ons. We hebben een fietsenwerkplaats bij ons. Nou, van alles en nog wat. Het is zo'n ongelooflijk spektakel. En ik geloof dat daar de club in de verte aankomt, maar groot genieten en volgend jaar 65 jaar. Volgend jaar moet een spektakel worden, nog groter dan dit jaar. Hè? Ik denk het wel. En ik denk ook dat de gemeenteraad en het college, die heeft gezegd, wij omarmen ome Joop's Tour. Nou, dan moeten we echt inhoud gaan geven op een of andere manier.